morgen. Ik loop naar beneden met de fietspomp. Jongens, het gaat gebeuren. Ik ga het eindelijk doen. Nick die sliep nog, dus ik open nu pas de vlog. Maar ik ben een beetje moe. Terwijl ik gisteren toch ja, 11:30 of zo lag ik erin. Maar ja, dan kan ik weer niet slapen. Dus zoveel rot. Ik wil echt gewoon, zeg maar... Ja. Oh, oh. In bed liggen en slapen, zoals Nick. Maar ja, het zit er gewoon niet in bij mij. Ik ben wel blij dat ik nu eindelijk zover ben dat ik mijn fietsband ga oppompen. Het is wel echt te erg. Oké, let's go. Nou, ik heb niet het gevoel dat ik er heel veel lucht in heb gekregen. Maar als ik er dan gewoon in knijp, zeg maar, met mijn vingers. Dan denk ik ook elke keer, nou, zo zacht is die niet, weet je wel. Maar ja, als er 70 kilo bovenop gaat, dan scheelt het nogal. We gaan het zien. Ik ga hem even terugbrengen. En dan ga ik erop fietsen en kijken of het beter is geworden. Maar misschien dat deze pomp niet past, had ik nog te denken. Maar ik weet het niet. Ja, het is echt beter hoor. Het is niet meer zeg maar dat ik over een hobbeltje ga. En dat je echt zo je het velg op de grond voelt. Dat je denkt, oh arme fiets, ik doe je zeer. Nee, het is een goede set. Ah, ik hoef echt veel minder hard te trappen om vooruit te komen. Dat vind ik zo gek dat dat dan invloed heeft. Ja, Nick die was toch al wel een beetje wakker. Ik liep de deur uit en dacht, werk ze schatje. Ik zeg, dankjewel. Hij komt vanmiddag bij de meubelzaak bestikkering op de ramen doen. Dus ik zie hem vanmiddag ook nog. En vanavond heeft hij plan om te gaan stappen met zijn zwager en de broer van zijn zwager. En dat is denk ik in de Ede. Maar weet ik niet precies. Het is een beetje hoe het gaat. Want ze zouden eerst naar Veenendaal gaan. En dan zou de zwager dus bij ons blijven slapen. Maar uiteindelijk gaat dat niet door. Omdat zijn broertje dus ook meegaat. Ik weet het ook niet precies. Ik denk dat ik weinig ga doen. Ik ga lekker thuis mijn scriptie doorlezen. Ik heb gisteren echt niet meer zoveel gedaan als ik had willen doen. Dus ja, het liefst zou ik hem eigenlijk zelfs 2 keer doorlezen. Maar aan de andere kant, morgen heb ik ook wel echt veel tijd vrij. Dus scriptie, ik wil er niet meer over nadenken. Eerst even een paar uurtjes werken. En lekker pasta eten vanavond. Daar zie ik ook echt kijk echt naar uit. Even show steken voordat ik straks weer gezeur krijg dat ik aan de verkeerde kant van de weg rijd. Echt. Nou ja, ik zie jullie straks weer. Het werken zit er weer op en ik zit heel spontaan op de fiets richting mijn ouders. Want die zitten namelijk bij Mango's. En Mango's is een nieuwe tent in Veenendaal. Het is volgens mij een beetje een... Je kan er wel eten en het is ook op zich wel vrij restaurantachtig. Maar het is tegelijkertijd toch ook gewoon... Een plekje waar je alleen wat kan drinken. Ja, ik weet het niet. Ik ben er nog niet geweest, dus ik kan er nog niet zoveel over zeggen. Maar mijn ouders zitten daar op mij te wachten. Dus ik ga even gezellig wat drinken. Nick slaapt dus toch in Ede. Ik dacht het al hoor. En hij moest daar om 7 uur zijn. Dus ik zei, ja, hoe doen we dat dan met eten? Ik zeg, ik weet niet of mijn ouders ook het idee hebben om iets te gaan eten. En hij zei, nou, als je ouders dat idee hebben, dan doe je dat gewoon. En dan regel ik wel wat. En ja, ik weet gewoon niet hoe laat ik thuis ben. Ik heb eventueel pasta. En als het aan mij ligt, dan neem ik dat ook. Maar we gaan het wel zien. Ik moet even met mijn ouders overleggen. Maar ik vind het wel leuk. Ik ben benieuwd hoe die nieuwe tent eruit ziet. En maar Angela zei, dus heb je wel gereserveerd? Want wij wilden daartoe gaan eten. En toen zeiden ze van, we zitten de komende maand vol. Nou, dit is nog nooit gebeurd in Veenendaal. De komende maand, dat is echt niet normaal. Dus ik ben heel benieuwd. Ik verwacht nu wel wat of zo. Dit is het. Het is een beetje donker, dus je ziet al niet zoveel. Het is dus een kantina... De eindbar of zo? Nou ja, ga even naar binnen kijken hoe moeder kan vinden. Nou, je ziet niks. Maar het is wel gezellig. Wat zijn leuk. We zijn in zeldzaam land om een hapje te eten. Ik weet er ook een van. Ik ben weer thuis. Ik zit op de bank. En ik had echt zuur geknoeid. Ik heb pogingen gedaan om het eraf te halen. Maar ik heb zo lekker gegeten. Ik heb nog nooit zulke lekkere jus op. Gewoon echt in mijn leven nog niet. Daarom heb ik het ook echt gewoon mezelf helemaal ondergesmeerd. Je krijgt het altijd bij het restaurant. Bij de rekening zo'n lolly. Dat vind ik ook echt al geweldig. Want ik ben echt gek op deze lollies. Ik zit hem gewoon gelijk op te eten op de bank. Ik heb namelijk de vlog voor morgen nog niet geëdit. Dus dat ga ik nu eventjes doen. En dat ga ik doen terwijl ik goede tijden, slechte tijden ga terugkijken. Ik zit alleen na te denken. Ik weet niet meer precies bij welke ik gebleven ben.
Maar ja. Ik heb de buurvrouw nog geappt of er nog iets spannends gaat gebeuren vanavond. Aangezien ik toch alleen ben. En zij gaan waarschijnlijk wel naar het dak. Dus misschien dat ik wel meega. Even kijken hoe laat het wordt en hoe laat zij gaan. En of ik dan nog de puff kan vinden. Want ik moet ook mijn scriptie nog doorlezen vanavond. En ik heb geen keuze. Ik moet hem gewoon van voor tot achter doen. Want ik moet alle fouten eruit halen zo ver mogelijk. Gewoon, ik heb nog heel veel bronnen er niet in staan. Bijna 11 uur en ik ben ook nog eens onder een dekentje gekropen. Ik zit te denken, als ik nu een dutje doe, verklein ik dan heel erg de kans dat ik nog ga? Oh, waarschijnlijk wel, maar ik ben echt moe en ik zit te denken, als ik nou gewoon mijn wekker om 12 uur zet. Nee, dat ene uurtje, dat heeft ook geen zin. Ik wil slapen. Het is 1:15 en ik ben klaar. Ik heb alles doorgelezen. Ik heb het idee dat ik het niet helemaal goed heb gedaan of zo. Omdat ik heel weinig ontdekt heb. En ik kan me haast niet voorstellen dat ik het uit mezelf al zo weinig fout heb gemaakt. Maar ja, ik ga het morgen nog een keer helemaal doen. Ik ga me nu klaarmaken. Want rond 1 uur gaan de buurvrouwen richting het dak. Dus dan ga ik ook. Ik ga even iets anders aantrekken en mijn make-up een beetje bijwerken. Oké, ik heb even heel snel klaargemaakt. Ik heb geprobeerd om haar een beetje poef te maken, maar niet te poef. Maar dat zat toch wel weer in. Ik ga nu naar de buurvrouw. Sleutel, jas, geld. Is ook wel handig. Ik neem alleen mijn pinpas mee, want ik moet nog even geld opnemen. Pinpas, sleutel. Sleutel. De kat is nog niet binnen, dat moet ik zo ook even doen. Maar die is nu bij de buurvrouw. Ik doe mijn leren jasje aan, want als die gejat wordt is het tenminste erg. Het is niet echt leer. Het is gewoon van de Primark. Oké, ik kan dit nog even aanlaten, dan moet ik Pep zo toch thuis brengen. Bril, hij Loetje. Zegt, ja, ik weet het echt niet. Loetje, nou niet weglopen. Loetje. Hij wist niet meer wie die zijn bril had gegeven. Hi, oh, je hebt van hele enge ogen. Ja, sorry hoor, maar zo kunnen we je wat beter zien. Wat doet nou in jouw vlog? Ja. Ik ook? Ja. Ik ben de boervrouw. Hallo. Hoi. Hoe oud ben jij? Want het vragen ze allemaal. 22. Moet je lang over nadenken, zeg. Ja. Oké. Okay. Hallo, Ilo. Zeg hallo. Hallo, bitches. Bitches. Als jullie willen mij spreken, ILO 750. ILB. Hallo, Kief. Kief is gestrest om die meisjes. Kief is gestrest om die meisjes. Wat? Hebben een leuk gesprek aan. Ze hebben er veel gedronken. Sophie straalt! Ja. Sophie straalt! De beste buren van Zenuwdal. Dit komt uit je tapijt. Wat is het? Weet ik veel. Oh nee, dat wil ik echt niet weten. Steeds. Ja, heb je je nagels in tapijt gegooid? Of is het, misschien is het een tand van de kat. Nee, het is een steen. Oh. Dank je. Maar het kan ook een tand van de kat zijn hoor. Het kan mijn tand ook kan zijn. Echt. Nee, mijn tand ook. Ja, het is jouw tand. Dark. Cut off. Stuit. Het is purple. Zo zie je het heel goed. Jongen. Ja, komt u maar hoor. Wat is dit? Dit is de mooie uil. Hallo, uil. Ik ben nog nooit zo blij geweest met iets in mijn leven. Dit is het mooiste wat mij in mijn leven is overkomen. Nou, zeg maar, mij dan, hè. Hallo. Hoe heet die? Dit is Uilie. 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 Hallo. Hallo. Hallo, Uilie. Ik heb te veel gedronken vandaag. Ja, zeg dat wel. Mijn baas is heel blij met mij. Ja. Aan de onderkant heb ik een anus. Nou. Oh my goodness ook. Je kijkt ook jonge kinderen, hè? Hallo meisjes. Moet je even uitleggen wat een anus is? Een anus is de kringspier. Daar poep je mee. Daar komen jouw drolletjes uit. Goed zo, goed zo. Dat heeft iedereen. Als je ooit een vriendje krijgt, dat is heel normaal. Iedereen laat zijn kindjes. Zesde uil, piep piep. Oké, mooi geweest. Nee, dag allemaal, slaap lekker. Wel tressie. Oh, okay. Zing maar. En lees de ons dan voor uit de fabeltjeskrant. Ja, ja, de fabeltjeskrant. Want ja, daar staat precies voorbij hoe het met de dieren is gesteld. Ja, ja. De fabeltjeskrant. Want dieren zijn precies als mensen. Met dezelfde mensen spreken. Als mensen wensen. Dat komt allemaal in de krant. Ik heb je ook op mijn neus. Want daar staat precies vermeld
hoe het met de dieren is gesteld. Echt waar, echt waar, echt waar, meneer de uil. Dieren zijn precies als mensen. Mensen wensen. Met dezelfde mensen streken. Dat staat allemaal in de fabeltjesland. De fabeltjesland. Mijn opa is serieus, meneer de uil. En denk erom. Oogjes dicht en snaveltjes toe. Slaap lekker. Hebben jullie Pieper de Clown gekeken? Ik denk dat ik morgen een berichtje krijg. Je gaat dit toch niet echt in je vlog doen, hè? Wel, jongen. Ik ben hip. Ja, je bent komt zeker. Komt u nog een keer. Ik herhaal voor jullie. Hallo, meneer de uil. Waar brengt u ons naartoe? Naar Fabeltjesland? Ja, naar Fabeltjesland. Zoals daarvoor uit de fabeltjeskrant. Ja, ja, uit de fabeltjeskrant. Ja, staat precies vermeld hoe het met de buurvrouwen is gesteld. Echt waar. Ik ben weer thuis van deze gekke bende en geloof het of niet, ik sta gewoon pasta te koken. Ik heb zo'n honger. Het is gewoon bijna 6:30. Ik heb nog nooit in mijn leven, überhaupt, ik denk dat ik het toch nooit later dan de vorige keer was het ook super laat. Maar nu is het gewoon 6:30 en ik ben echt niet moe. Ik heb gewoon het huis zitten opruimen. Ik sta nu te koken. Ik ben echt volledig over mijn slaap heen. Terwijl ik heb echt nauwelijks iets gedronken. Maar het was wel echt wel weer heel leuk. Maar ik heb nu zo'n honger. Ik dacht, ja, ik ga gewoon die pasta maken, weet je wel. Want ik heb ook bijvoorbeeld de ui en de ham. Die was alleen nog morgen goed. En morgen gaan we met mijn ouders eten. Ik vind het ook zonde om weg te gooien. Maar ja, deze vlog zal ondertussen wel heel lang zijn. Dus ik hou het kort. Wel trusten, tot morgen. Goedemorgen. Ik loop naar beneden met de fietspomp. Jongens, het gaat gebeuren. Ik ga het eindelijk doen. Nick die sliep nog, dus ik ook.